Aan de Buskushoeve in Rosmalen is gisteravond geschoten. Buurtbewoners hoorden meerdere kogels, maar er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er twee mensen aangehouden. Daar in de buurt onze verslaggever Tony Vossen. Tony, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Weet wel iets meer wat daar nou gebeurd is gisteravond, zomaar in de woonwijk? Ja, precies, zomaar in de woonwijk. Nou, mensen die we gesproken hebben hier vanochtend, en dat zijn er natuurlijk niet zo heel erg veel, want het is nog vroeg. Die zeggen over het algemeen, sommigen hebben er iets van meegekregen, anderen helemaal niets. Maar de mensen die er wel wat van gehoord hebben, die hebben inderdaad verhalen over flink wat schoten die gelost zijn. Rennende mensen, schreeuwende mensen ook. Auto's die door de straat gingen. Het was kennelijk wel behoorlijke chaos hier gisteravond. Ja, en die mensen die vertellen daarover, zit de schrik erin? Want ik zeg al, Rosmalen, nou ja, goed, dat is nou ook niet de grootste plaats. Nee. Een woonwijk waar dat zomaar gebeurt. Ja, nou ja, dat zou je inderdaad wel denken. En te meer omdat de mensen die wel wat meer daarover te vertellen hadden, die hebben mij gezegd dat de situatie hier al eigenlijk zeker anderhalf jaar behoorlijk kritiek was. In die zin dat de bewoners zeggen van ja, dit zat er aan te komen. Er was al langer een situatie waarin volgens de buurtbewoners het vermoeden van de buurtbewoners in ieder geval de behoorlijke foute dingen gebeurden hier in huis. Hele dure auto's die hier geparkeerd waren. Heel veel bezoek. Veel in- en uitlopende mensen. En buurtbewoners zeggen ook dat ze al veel langer een hele sterke wietlucht roken hier. Dus het vermoeden is dat een en ander te maken heeft met drugs. Ja, er was dus wel wat meer aan de hand, is de gedachte van de buurt. Uiteindelijk konden ze vrij snel mensen oppakken, begrijp ik, hè? Ja, de politie heeft een paar mensen opgepakt en wat dat allemaal opgeleverd heeft, daarover kunnen we op dit moment nog niks zeggen. Maar ik blijf in ieder geval wel even hier in de buurt nog kijken of we nog wat meer informatie kunnen achterhalen. Op dit moment is het hier heel erg rustig op een enkele vroege Rosmalense inwoner na die zijn hond uitlaat. Ja, precies. Goed. Nou, maar gisteravond was het wel even anders. Tony Vossen daar in de Buskushoeve in Rosmalen, dankjewel voor nu. Mocht er weer meer nieuws zijn, dan melden we dat natuurlijk. Twee mensen aangehouden en uiteindelijk geen gewonden gevallen bij die schietpartij daar, waar meerdere schoten en knallen te horen waren.